goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik zeg wel goedemorgen, maar ik heb dus nog helemaal niet geslapen vannacht. Ik ben net aangekomen. Het is echt 19:30 of zo. En de Mackie ging om 19:00 open. En ik kon net een cappuccino halen. Daar ben ik echt heel erg blij om. Ik ben echt super moe. Net zijn we gisteren vertrokken. En toen ben ik dus best wel laat nog naar Honey gegaan. Toen zijn we nog naar haar familie gegaan. Hebben we daar gewoon gechilled de hele nacht. Hebben we nog rijst met kip gegeten. Zijn we daarna weer teruggegaan naar Honey. En hadden we echt zoveel gesprekstoffen. We hebben letterlijk tot 19:00 zijn opgebleven. En toen ben ik zo om 19:00 vertrokken. Was de Mac net om 19:00 geopend. Toen kon ik net een cappuccino halen. En nu ben ik dus thuis. Het is inmiddels 19:30 of zo. Ik ga gelijk deze pak uitdoen. Want die heb ik de hele nacht al aangehaald. Ik heb erin gezweet, alles. En dan ga ik denk ik eerst even lekker douchen. En daarna ga ik denk ik mijn bed in. Als ik nog kan slapen. Want het is echt gewoon licht. En er trouwens nog meer kijkers voor mij die echt nachtmensen zijn. Want ik ben echt een nachtmens. En ik kan gewoon echt een nacht makkelijk door zonder te slapen. Ik kan gewoon opblijven. En Honey kan het ook echt heel erg goed. Dus wij zijn daar echt een goed team in. Maar nu ben ik wel echt kapot. Ik ga lekker douchen, jongens. Ik heb mijn katjes wel gemist. Hij is mijn kleine dier. Ik heb met de douche even aangedaan. Ik heb echt zin in een heerlijke douche. Ik kan gewoon niet wachten. Morgen. Zo ziet je ontbijt eruit als je je schuldig voelt over de afgelopen dagen. Ik heb een omeletje gemaakt met letterlijk alles erin wat gezond is in het huis. Ik ga stuk. Ik moet het echt helemaal opeten. Ik ga mijn water opdrinken. Ik ga weer normaal beginnen te doen. Zo, lekker boodschapjes gedaan. Ik miste een paar dingen thuis en ik wil vanavond kebab maken. Dus ik moest een paar dingen halen. Ik heb weer zo'n pannenlikker gekocht. Volgens mij heet het zo, toch? Ja, pannenlikker. Ik vind deze echt heel fijn om mee te koken. Een rasp heb ik gekocht voor de uitjes. En mijn eeuwige schoonmaakdoekjes. Nou jongens, ik heb me een soort van klaargemaakt. Want het is bij mij traditie om naar de supermarkt te gaan en daarna allemaal dingen te vergeten die ik eigenlijk juist moest halen. Hallo. Oh, dat was Nessim die even vertelt dat hij een uurtje vertraging heeft. Dus nu moet ik hem pas rond 11:00 ophalen. Dat is wel minder. Maar ik moet dus naar de Appie, want ik moet bloem halen. En ik moest... Shit, wat moest ik nog meer halen? Iets. En ik moet stokjes halen voor de kebab. Dus bloem en stokjes. Dat was het. Ik ga me even snel omkleden. Ik ben trouwens helemaal vergeten te melden dat ik dus een nieuwe wimperset heb. Weer lekker natuurlijk. Vind ik veel mooier dan de vorige keer. Ik ben er heel erg blij mee. En ik doe dat dus bij Fabulous Beauty Company. En ik ga om de 2 weken. Want ik had laatst nog een vraag gekregen van ik zie jou eigenlijk best wel vaak gaan. Hoe vaak ga je? Ik doe het gewoon om de 2 weken. Zodat het een beetje fatsoenlijk uitziet. Aangezien mijn haargroei met mijn wimpers echt heel erg apart is. En met een week zie je echt dat ze... alle kanten gewoon opgaan. Maar dat ligt dus aan mijn eigen haargroei. En ik slaap ook echt heel erg wild. Als ik wakker word, dan zie ik ook allemaal haartjes op mijn kussen altijd. En dan soms ook opeens een kaal plek en zo. Dus ja, vandaar. Je is aan het slapen. Oh, sorry. Ik ben net thuis. We hebben de camera en een plantenbak gedaan. Ik ga even snel even laten zien wat ik net heb gehaald. Want ik ben dus weer naar de Appie geweest. En ik moet eigenlijk alleen maar satéprikkers hebben. Die ga ik gebruiken voor de kebab vandaag. En... bloem. En dat heb ik gehaald. Maar daarnaast heb ik ook nog een paar andere dingen gehaald. Omdat het gewoon... Ik weet niet, ik had echt zo'n bui waarbij ik echt zoveel zin had in kaas. En dan koop ik gewoon voor alles en nog wat. Ik heb dus feta kaas gehaald. En eigenlijk gebruik ik nooit dit merk. Maar dit is best wel een... Ja, dit is een duurde variant. Dus ik was benieuwd of deze ook echt daadwerkelijk lekker is. Ik heb geraspte kaas. Gewoon normaal. En toen zag ik dus dit. Gewoon... geitenkaas geraspt. Het lijkt me echt zo lekker met aubergine. Uit de oven en dan zo lekker geitenkaas eroverheen met tomatensaus. Oh, heerlijk. Ik ga hier echt iets lekkers van maken. Verder boterhamzakjes. Dat was het. Ja, ik ga snel aan de slag. Het was mijn eerste keer dat ik kebab maak, want ik maak wel kuften en zo, maar ik heb nooit echt kebab gemaakt. En iedereen maakt het echt op een heel andere manier, heb ik gemerkt. Dus... ik ga gewoon erin doen wat ik denk
wat erin moet en wat het lekker gaat maken. Ik heb tips gekregen van mijn moeder. Dus ja, ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Ik heb de satéprikkers al in een glas met water gedaan. We hebben nodig bloem. Ik weet echt niet of ik de juiste heb gehaald trouwens. Er waren zoveel soorten, maar ik hoop het wel. Sumac. Zout, knoflook en peper, paprika poeder. Ik heb hier 500 gram gehakt. Uitjes, die ga ik zo raspen. En that's it eigenlijk. Dat is het enige wat je nodig hebt. Trouwens, normaal ging ik altijd de uitjes gewoon heel erg dun snijden. Maar ik heb dus gehoord dat het veel beter is om de uit te raspen. Dan komt de vocht van het uitje gewoon lekker in je vlees. Dus ik ga het even vandaag uitproberen. Even een kom gepakt om straks alles hierin te kunnen mengen. Dat vond ik veel fijner. Zo jongens, ik heb echt nog nooit ui geraspt. Ik ben echt heel benieuwd. Zo, alle kruiden erin. Zo, dan ziet het er zo uit. Ik ga nu even bloem erbij doen. Hier moet ik echt mee oppassen, want je hoort er maar een heel klein beetje erin te doen. Zo, ik ben klaar. Het ruikt echt best wel lekker nu al. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat smaken. Ik ga nu even een salade erbij maken. Ik heb de grill eruit gehaald en hij was toen helemaal vies. Lag helemaal onder de broodkruimels, want Nessie had hem blijkbaar niet schoongemaakt. Dus ik heb even snel schoongemaakt. En ik ga de spiesjes dus hierop grillen. Zo. Ik heb de grill een beetje ingesmeerd met olijfolie. En ik heb er even 5 spiesjes op gedaan, want ik eet eerst even alleen. Een Griekse salade maken, heel simpel. Komkommer, tomaat, feta kaas en een rode uitje, olijfolie, zout, peper. Mijn spiesjes zijn klaar. Ik had er eigenlijk 5 maar eentje op de grond gevallen. Echt rot. Het ruikt super lekker. Het ziet er natuurlijk wel iets anders uit als je het barbecue, dan is het gewoon op de grill. Maar ik denk dat het echt lekker is, maar ik laat jullie even eerlijk weten straks. En ik ben nu een salade aan het maken. Zo, lekker. Ik hou van simpel eten. Spiesjes met Griekse salade en water. Oh, de Nederlandse Love Island is erop. Die keek ik vroeger maar aan de Engelse versie. Ik ben echt heel erg benieuwd. Trouwens, dit is zo lekker. Niet normaal. Als het al zo lekker is, laat staan op barbecue. Heerlijk. Ik heb gebeld aan Nessie, maar hij is een half uur eerder aangekomen. Dus ik ga even heel snel naar Rotterdam Airport rijden. Gelukkig is het best wel dichtbij en is het geen Schiphol of zo. Ik heb lekker kebab mee voor hem. Wij zijn net weer thuis. Ik heb net Nessie even opgehaald van airport. Maar hij moet zo ook weer vertrekken naar Amsterdam. Hij heeft opnames. Dus ik zie hem eigenlijk niet meer vandaag. Ik ga nu even zo richting Hon. Even ook kebab naar haar toe brengen. Want die wil ze graag proeven. En daarna kom ik eigenlijk weer richting huis. Dat is een beetje de planning. Nessie, kom je zo gooi zeggen? Nessie, Mr. Weer. What's up, people? Hi, Nini. How are you doing? Ben je moe? Ik ben aardig moe. Maar hey, hart van weinig, mondje chagrijnig. Hè? Gewoon lekker doorbeuken. Ik ben net thuis van Hon. Gezellig even een uurtje daar gezeten. En nu ga ik even wachten tot Nessie thuis is. Hij is net vertrokken uit Amsterdam. Dus ik ga even rustig gaan mijn make-up eraf halen. En ik ga nog even proberen om een halve liter water te drinken. Want dat heb ik nog niet goed gedaan. En ik merk het echt gewoon dat ik heel slecht water drink. Want ik heb, als ik wakker word, echt zoveel dorst altijd. Dus dat wil ik weer even goed oppakken. Ga ik zo even doen. En dan ga ik nog even een vlog of zo kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En zeker jullie morgen weer. Doei doeg. Make-up eraf gehaald. Ik wil de vlog afsluiten. Ik was echt zo bang door Diener. Die zat een beetje in mijn kamer een beetje rond te lopen. Het leek net alsof iemand op mijn huis liep. En tegenwoordig ben ik daar echt zo bang voor. Ik moet echt even ophouden met trillen en zo te kijken. Want ik word daar dus echt helemaal niet goed van. Ik ben nog steeds aan het trillen. Hè. Ik ben daar echt bang voor. I love you, Dinari. Wil je mij niet zo bang mee maken? Zeg maar doei, doei, tot morgen.